Het is eigenlijk wel het moment zo op de zondagmiddag om de luisteraars eens wat geheimtjes te gaan onthullen over de begintijd van de TVM schaatsploeg. Als ik jou achterom het even welke microfoon hoort redeneren over schaatsen of grotere problemen in de wereld, dan moet de argeloosste luisteraar wel denken dat er een groot ego schuil gaat achter deze ex-topsporter met altijd een pittige mening. Niets is minder waar. Ik ken geen sporter in de top die zo sociaal was, zijn kennis deelde en uren besteedde aan het beter maken van andere schaatstoppers. Zonder de niet aflatende bemoeienis van jou, Martin, was Gerard van Velde geen held van het vaderland geworden na zijn gouden plak op de 1000 meter tijdens de Olympische Spelen in Salt Lake City. Van Velde was aan het eind van de vorige eeuw gestopt, kon niet uit de voeten met de klapschaats en ging Porsches verkopen in Heerden. Jij, Martin, zette Gerard letterlijk weer op het ijs. Leerde echt hard rijden en was dag en nacht in de weer met zijn materiaal. Zoals je de TVM-tijd altijd met anderen bezig was. Stiekem dacht ik wel eens, was Martin nou wat minder sociaal. Net zo egoïstisch als Ritsma en Kramer. Dan had je wellicht meer bereikt. Nog een geheim onthuld. Het had allemaal niks gescheeld of je was jaren geleden assistent geworden van Gerard Kemkes bij de TVM schaatsploeg. Waarom dat niet doorging, mag je zelf vertellen. We zien elkaar volgende week in Tialf. En zolang we het niet over politiek hebben, zullen we het weer erg eens zijn over alles wat zich afspeelt in het broeierige schaatswereldje. Een vriendelijke groet uit Heerenveen.